Ja, iedereen ligt een beetje in het water af te koelen. En, ja, er waren geen overtredingen. Nou meneer, bekeuring aan uw broek voor te hard varen. Ja, dat is nog goed voor de kijkcijfers. Ja. Hè? Balen? Ja, altijd balen. Ja. Vooral als ik het altijd heel netjes doe. Dat zegt iedereen natuurlijk, maar ik wil mijn dochter vragen. Dat is echt... Ze hebben die stomme momenten. Ja. Ik ben er boos over worden, maar ik bedoel, jullie doen hun werk en het zijn de regels. Dat is niet anders. Dus, Lekker aan het dobberen? Hallo. Hè? Vol te houden zo. Waar zijn we nu? We zijn nu in de Aakvlaai. Dat is eigenlijk een nieuw stukje biesbos. Een kleine 20 jaar geleden is dat hier uitgebaggerd in de voormalige landbouwpolder. Maar het is echt van alles en nog wat hier rond dobbert. Ja. Maar volgens mij gaat het er allemaal wel gemoedelijk aan toe. Ja, iedereen ligt een beetje in het water af te koelen. Er weinig overtredingen. Het gaat allemaal gemoedelijk. Ja, want wat zou je hier aan kunnen treffen? Nou, overdag bijvoorbeeld snel varen. Het is druk hier. Er zijn allemaal mensen met snelle motorboten hier. Je mag hier maar 6 km per uur, dus dat is echt heel langzaam. Ja. Snel varen, dat is vaak golfslag, hinderlijk, kan gevaarlijk zijn. Mensen die hier met een luchtbeetje drijven. Ja. Overvaringen, dat is gewoon riskant. Ja. En in de avontuur op zo'n strandje, je mag hier niet stoken. Ja, je moet met dit weer goed drinken. Alcohol, speelt dat een rol? Alcohol speelt zeker een rol. Mag je ook, dat is in de auto, niet drinken tijdens het varen. Hè. Niet dronken varen? Nee, niet dronken varen. En, het is dorstig weer, dus daar letten we dan ook op. Maar dronken zwemmen lijkt me ook niet handig. Dronken zwemmen ook niet, ook dat is riskant. Ja. Dag dames, dag heer. Goedemiddag. Dit is volgens mij zwaar afzien. Ja, heel erg zwaar. Ja, bijna 40 graden. Klopt. Ja. En het is hier een partij druk. Heel erg druk. Maar het is een bekend strand dit. Ja. Een heel gewild strand stijgen. De Aakvlaai. Ja, klopt. En nu controleert de politie of alles wel goed gaat. Maar wel eens rare dingen meegemaakt? Nee, eigenlijk niet. Het gaat eigenlijk heel gemoedelijk hier. Ja. Een heel gezellige omgeving ook om... Het is net een beetje kamperen, maar dan op het water, hè? Ja, eigenlijk wel. Dan hoef je niet voor naar Spanje te gaan, hè? Nee, precies. Goed drinken, hè? Ja, heel goed drinken. En op tijd het water in om goed afkoelen. Ja, is goed zwemwater hier? Ja. Oké, dan wens ik je een hele fijne dag. Dank je wel. Houdoe. Houdoe. Dat moet je absoluut niet doen met dit warme weer in dit gebied. Nou, heel lang in de volle zon aan de alcohol. Wat ons betreft niet hard varen hier. Dat scheelt een hele hoop ergernissen bij mensen. Met hinderlijke golfslagen en gevaarlijke situaties. Ja. Dat zijn echt wel de zaken waar je echt op letten. Draag een zwemvestje. Gebruik van dodemanskoortjes voor snelvaren belangrijk. Ja. Nou, daar voorkom je allemaal toch wel de ernstige ongelukken mee. Wat is nou het leukste dat je ooit hebt ervaren? Het leuke is altijd leuk als wij mensen even ergens los kunnen trekken of even op weg kunnen helpen. Nou, die mensen zijn al dankbaar en zijn een dagje weg. Dus dat zijn voor ons ook leuke dienstjes. Ja. Ja. Vandaag heb je echt een rotbaan, hè? Ja, heel vervelend. Ja, afzien. Heel vervelend, ja. Afzien. Kijk maar eens, kijk ons zweten. En we hoeven niks te doen, dan gaan we nog zweten.